Staat hij nu aan? Ja, hij staat heel even aan om te kijken of, ja. Doet, of er geen brand in zit en dergelijke dingen meer. Juffrouw en meneer, ik ben blij dat jullie gekomen zijn naar de Ketsheuvel om mij eens dialectisch te horen praten. Ja. Ik werk al meer dan 40 jaar. Moet ik opnieuw beginnen? Nee, dat gaat u gewoon door. Dat Ik werk al meer dan 40 jaar voor de dialectencommissie. En ik heb al heel veel kaarten ingevuld, nietwaar? Om de 6 weken krijg ik een aantal vragenlijsten, nietwaar? En die vragenlijsten die maak ik op tijd klaar. Komen we er zo iets te laat, nietwaar? Maar dan komt het toch wel in orde. En nu heb ik heel veel vragenlijsten dialectisch moeten invullen. Ja. Met leestekens. En die leestekens die kende ik wel, maar wanneer je iemand op de Ketsheuvel gaat praten en het wordt op de baan vaart geleed, dan is dat dialect duidelijker te verstaan. Want met leestekens kun je het wel benaderen, maar niet zuiver napraten. Want in Amsterdam kunnen ze dat wel proberen, nietwaar? En het zal wel voor een gedeelte lukken, maar zuiver kan dat nooit gebeuren. Dat moet op de baan worden vastgelegd. En daarom ben ik blij dat jullie hier gekomen zijn. Juffrouw en meneer, kan ik jullie een plezier doen met een sigaret? Ik heb ze voor in de kamer liggen. Kan ik, mag ik er een geven? Nou. Dan zal ik even. Gewoonlijk heb ik het niet bij me, maar nu heb ik het wel in mijn zak. En onder het roken van mijn sigaret, ik zal eerst de dame presenteren, want dat heurt zo. Ja, maar mij vergeet het welke dame. Ja, maar ik heb het zelf al gevat. Ons moeder heeft het zelf al gevat. Die schijnt hier baas te zijn. Want dan moet zelf, moet en onder het roken van de sigaret gaat hij veel beter. Rookt hij wel lang? Ja. Ons moeder die rookt al zo lang als mijn aanstaande schoonzoon hier kwam vrijen en die presenteerde ze dan 's middags, wanneer we gegeten hadden, een sigaret. En zo is ze begonnen met sigaretten te roken. Maar ze rookt er niet zo heel veel, ze rookt er maar 2 à 3 per dag. Na het eten. De aardappel door de keel en dan wordt er een sigaret opgestoken. Meer rookt ze niet. En bij een gelegenheid, nietwaar, wanneer er een feestje is, dan stikt ze er ook wel eens ooit één op. Maar ze moet er altijd hebben met een mondstuk. Want anders krijgt ze die tabak in haar mond, nietwaar, en daar weet ze geen raad mee. Wanneer ik soms sigaretten heb zonder mondstuk, hoef ik ze geen te presenteren, geen te geven, want ze wil ze niet. Ze moet er hebben met een mondstuk. En nou ziet ze weer roken, nietwaar, en het gaat heel goed, hè? Waar? Nietwaar? Wij hebben een heel schoon huishouden. We hebben 8 kinderen grootgebracht. Eén is het in de hemel gegaan. En daar zijn er nou 2 van getrouwd. En één heeft er al een kind, dus wij zijn al grootvader en grootmoeder geworden. En één is er in het klooster gegaan. En daar zal ons moeder wel een en ander over vertellen, over ons Jo. Ja, zeg, dan mag ik er gewoon vertellen. Vertel het maar eens. Ja, ik kan het niet op die manier, als het goed. Probeer het maar natuurlijk, waar hij op zijn Ketsheuvel praat, hij wel. Over ons show, waar? Dat is in het klooster gegaan is. Daar vind ik nog niks aan bij. Oh, gaat dat niet goed? Ja, daar kan ik ook niks aan doen, nietwaar. Ik heb ervoor, in de kamer heb ik een kruisbeeld staan. Dat is al meer dan 200 jaar oud. Dat kruisbeeld dat heeft gestaan in de eerste Noordkerk van de Ketsheuvel. Want in die tijd mochten ze geen stenen kerken bouwen, nietwaar? De katholieken mochten toen geen stenen kerken bouwen. Toen is er op het Mertplein, waar nou het Mertplein is, een houten kerk gebouwd. En er stond een kruisbeeld op het hoogaltaar. Het was maar een klein kerk natuurlijk, hoor. En toen pastoor Zoethout in 1836 hier op de Ketsheuvel de eerste nieuwe kerk bouwde, de Waterstaatskerk. Toen was de grootvader van mijn vrouw, die was misdiender. En toen die pastoor de grote kerk gebouwd had,
Toen was dat kruisbeeld natuurlijk te klein voor het hoogaltaar. En toen kreeg die als misdiender, kreeg hij dat kruisbeeld. En dat kruisbeeld is later gekomen aan een dochter van hem, een suikertante van ons. En die is toen doodgegaan. En toen heb ik dat kruisbeeld van die suikertante gekregen. Het was geverfd. Het beeld was wit en het kruis was zwart. En heb ik het in een bos heb ik het laten herstellen en de verf af laten halen. En dan zal ik het eens even laten zien, dat kruisbeeld. En dat is van 1730. Het is een heel mooi beeld, een mooi corpus. En toen dat kruisbeeld daar waarschijnlijk in, ook in die tijd op het hoogaltaar stond, niet waar, dan is in een kapelaan het Loen, hier dichtbij. De Loense kerk was de moederkerk, de hoofdkerk van heel die konterijen hier. En zijn de kapelaan heeft de eerste mis gedaan in die houten kerk, nou op de Ketsheuvel. En die een preek van die kapelaan, van 1730, die is nog te lezen. En die wordt nu bewaard bij een man die heel veel aan heemkunde heeft gedaan van Beers in Loen. Maar de man zelf is nou verongelukt. Maar dat, die een preek is daar bewaard gebleven. En voor die kruisbeeld heb ik al heel veel geld kunnen krijgen, maar het is een familiestuk, niet waar. Dat mag ik niet verkopen. Dat haal ik dus zelf. Dus dat kruisbeeld is een van de oudste kruisbeelden van heel de Ketsheuvel. Is kruisbeeld. Dus, en het heeft al een keer gestaan op een tentoonstelling van de heemkunde. We hebben hier vroeger ook een heemkundekring gehad. Eigenlijk is er nog wel. Die huurde een walk thuis. En daar was de Ketsheuvel en Loen bij aangesloten, niet waar. En toen hebben we een keer een tentoonstelling gehouden van oudheidkundige dingen van de streek hier, van deze konterijen. En toen heeft dat kruisbeeld heeft ook op die tentoonstelling gestaan. En het had heel veel bekijks. Dus heel veel mensen keken ernaar. En hier een pater van het missiehuis, van de paters van de heilige familie die hier op de Ketsheuvel zijn, die een pater die heeft ook heel veel gedaan voor de heemkunde, voor deze streek, voor de omgeving van Ketsheuvel. En die had het al zo wijd gebracht dat hij een beschrijving van Ketsheuvel van honderden jaren geleden al voor mekaar had. Met die pater, die is overgeplaatst naar Amsterdam en zo is hij hier blijven zitten. Maar er is op de, in Wolk is momenteel nog een heemkundekring. Maar ja, daar wordt heel, niet heel veel meer aan gedaan. Maar in de Loense, die heeft heel veel gedaan, een zekere van Beers. En die ging werkelijk naar België toe, naar de abdijen en naar de andere instellingen die waren, om daar gegevens te verzamelen van Loen. Want Loen is heel veel ouder als de Ketsheuvel. Loen is een heerlijkheid. En dat bestond al in 1100. En de kerk van Loen, die is gebouwd in tussen de 13 en de 1400. Het is een heel oude kerk. En die Loense kerk, die Loense pastoor, die bediende vroeger in de tijd van de reformatie, bediende hij Sprang en Ketsheuvel. En de Sprangse kerk die staat er ook al van 1450. Maar de Ketsheuvel had geen kerk. Eerst was er een kapelletje op het kerkhof en daar kwam de pastoor van Loen op de kapelaan te Paard zondags de mis lezen. Maar toen is in 1730 is hier op het Merkplein, en nou Merkplein is niet waar, is de eerste houten kerk gebouwd. En daar is nou de kruisbeeld van. Dus het is al heel oud. Is er nog een verschil in dialect tussen Loen en Ketsheuvel? Ja, daar is, ja, daar is verschil in dialect tussen Loen en Ketsheuvel. Ja? Loonse mensen kunnen van Ketsheuvelse mensen werkelijk onderscheiden. Dat scheelt. En Tilburg is weer anders. Ja, ja. Wat? En Sprang en Ketsheuvel, dat scheelt nog niet zo heel veel. Maar Sprang heeft toch wel meer enkele tekens van de kant van Waspik en zo. Oh ja. En komt er nou in Oosterhout en komt er nou in Dongen,
daar is het dialect weer helemaal anders als op de Ketsheuvel. Ja, ja. Maar hier op de Ketsheuvel en Konterijen niet waar, is het dialect blijven bestaan. Vroeger hadden in het Stratje, hadden nog een ander dialect. Dat was het Bargoens. Aha. Het Bargoens. Dat waren de scheresliepers. Ja. De scheresliepers van het Stratje. Ja. Die met de woonwagens in de zomer uittrokken tot aan de Spaanse grens. En daar stoelenmatten en koperen kittels maken. En dan bleven ze heel de zomer bleven ze daar in Frankrijk. En daar hebben ze waarschijnlijk een beetje van die taal meegebracht. Het Bourgondisch noemen ze dat, hè? Het Bargoens, nietwaar? En de Bargoens, daar wordt nog in het Stratje wel eens gesproken. Stuit hem de magere kebbeskeert uit. Begrijpt hij nou maar eens, nietwaar? Loemt hem nou maar, loemt hem zeggen ze ook al een soort, nietwaar? Verkijken, verloemken, hè, waar? En er was vroeger een meester in het Stratje, meester van Gennep, die kende het Bargoens heel goed. En die kende de Stratjesche mensen en de Stratjesche taal ook heel goed. Maar die mensen ook weer veel jaren dood. Maar dat Bargoens wordt nou niet zo heel veel meer in het Stratje gesproken, omdat de scheresliepers niet zo wijd meer gaan, want er heel weinig scheresliepers meer zijn. Die gaan hier meer in de konterijen rond. Met de woonwagens gaan ze niet meer weg, want er staan in Stratje nou geen woonwagens meer. Maar 50, 60 jaar geleden was het Stratje zomers onbevolkt, de woonwagens waren weg en in de winter kwamen ze weer terug. En dan kwamen ze in het Stratje weer wonen. Daar waren de scheresliepers en de stoelenmatters. En er waren ook wel mensen in het Stratje die mee in een zak met schoenen op de rug te voet naar Holland trokken om daar die schoenen te verkopen en dan te voet. Waar? En haaibessems ook. Wat is er van? Van haai. Van haai, het de bossen. Het groeit uit de bossen. Wat is dat? Haai. Van die bessems, als ze vroeger de stallen en zo. De stallen is schoonmaakt, hè? Waar? Haaibessems. En pannen te schuren. En bunders, om pannen te schuren. Tegenwoordig doen ze dat met andere spullen, niet waar? En dan gingen ze, dan hadden ze een maand op de rug. En dan gingen ze te voet naar Holland. Ja. Daar gaven ze niks om. De voet naar Noord- en Zuid-Holland niet waar, om daar die maand mee bunders gewoon te verkopen. En ook van die... En bessems. En bessems, bessems ook al. En pantoffels. Pantoffels niet waar, die ze hier kochten, die hier gemaakt werden. Niet in de fabrieken, want fabrieken waren er nog niet. Waren allemaal mensen die thuis werkten. Waar, een oom van mijn vrouw, Die heeft dat ook gedaan, die heeft thuis werkvolk in zijn huis aangezet, niet waar. Die mensen kwamen daar bij hem, kwamen ze werken, het was geen fabriek, het was maar een groot huis. En op de zolder en in het achterhuis weer daar gewerkt en dan weer pantoffels gemaakt. En die pantoffels kwamen naar die mensen kopen en die stopten in een maand en die droegen ze op de rug. En zo gingen die mensen dan met die pantoffels naar Holland om ze daar te verkopen. En daar natuurlijk een heel of ander goede koop pensioen te overnachten voor een paar centen. Zo ging dat vroeger. Zo was de schoenmakerij vroeger. Zo ging het. En juffrouw en meneer, lusten jullie een Ketsheuvelsbakske? Want in de Ketsheuvel zetten ze koffie. Komt er nou in Loen en komt er nou in Tilburg, daar is het thee. Maar hier op de Ketsheuvel is een bakje, dat is koffie. En er worden op de Ketsheuvel worden heel veel bakjes gedronken. Smergens twee, na de middag één en s'avonds ook weer één. En na de middag om 3 uur is het wel eens een thee. Maar de andere keren altijd koffie. Een bakje trost, zeggen ze op de Ketsheuvel. Een bakje koffie. En ik hoop dat Gully een lekker bakje bij ons op de Ketsheuvel zult drinken. Is het suiker, hè? Ja, in het Stratje, daar weer vroeger ieder jaar minstens... Ja, dan moet dat niet laten vertellen. Ja, ja,
Minstens één mens koud gemaakt. Daar zal mijn vrouw wel eens hier een aantal van zeggen. Ja, dan weet het hele kaart vertellen. En dan kwam de dokter uit een bos. Hoe weet je ook weer? Ja, maar later dezelfde. Oh. Zelfde rust? Nee. Ruding? Nee, dat is een andere naam. Maar Fijn, die kwam dan en dan zei je altijd, als ze wegkomt, tot volgend jaar. Ja. En dan noemen ze het straatje, denk ik, omdat er vroeger misschien maar een paar straten geweest hebben. En nu is het een flinker plaats geworden en nu is het voor het Berndijk. Maar ja, de meeste van vroeger, dat is helemaal veranderd, want de moeder en zo, daar huurden ze niet meer van. Vroeger kwam mijn broer op een andere plaats, of hij was onder dienst. En daar was eerder jongen, waren ze altijd aan het sarren en aan het negeren, zou ik maar zeggen. Nee. En toen zei hij, is dat nou een raam afgelopen, als zal ik er me nergens mee moeien. En toen zei ze, we moeten geen nou toch. En toen zei hij een andere, zei ze tegen Bekoren, dat is er een van de ketsjuvel. Maar er gebeurde niks meer. Was waar. Ja, er waren hier een ketsjuvel, de messenstekers. Messenstekers noemden ze die. Oh, ja. Oh, ja. Wij hadden er niks gelaars van, mensen. Nee. Of ja, moet ik anders zeggen wat. Ik heb het meegemaakt. Ja. Wij waren op excursie geweest in Utrecht. Ja. En we kwamen laat thuis. En in Geldermalsen, om een uur of half één, zullen we daar nog een potje bier drinken. En het was net Bosse kermis. En in die herberg was een gezelschap van een stuk of 6, 7 jongens uit een bos. En die waren daar aan het biljetten. En toen vroegen wij of wij een potje mochten biljetten. Je bleef van de biljet af, zeggen ze. Je hebt er niks aan te maken, wij zijn bezig. En toen vroegen we het nog alles een keer. Maar we kregen de biljet niet. Maar toen ging er iemand naar de jongens toe. Die scheen door ons gekend te hebben. En die zei tegen die jongens, zo stilletjes in de oer, dat is een gezelschap uit de Ketsheuvel. Ze gingen achter elkaar betalen wat ze betalen moesten en ze waren vertrokken. Ze dachten, nu krijgen we op ons donder, want de Ketsheuvel is de missenstekers, daar hebben we het niet op. En daarom is de Ketsheuvel nou nog bekend als het land van de missenstekers. Zeg maar, door dat strotje. We zetten ons plotsgaans van een mooie weg, waar? Maar tegenwoordig niet waar. Gebeurt dat zo niet meer, hè, waar? Maar vroeger in het strotje, daar wordt voor de kerk in het hartstikke kapot gestoken. Hè. En nog zo heel lang niet geleden, des nog maar een jaar of 8 geleden, dat een Ketsheuvelse ergens binnenliep. En dat trof je aan de vader met zijn zoon. En die staat je zoon als een verken in de borst te worden. Die heeft er nog 8 jaar voor gezeten. Hij is 2 jaar is eraf gegaan met een jubileum van de koningin, geloof ik. Ja. Maar hij is er 8 jaar voor gezeten en die meisje ken ik heel goed. Maar ja, dat is geloof ik de laatste moord van de Ketsen. Maar dat is nog een jaar of 8 geleden. Nou, daar heeft er zo niks meer van gehoord. Daar is er wordt iemand in zijn lijf geschoten. Dat is de verkeerde voor hem. Er stond er een klaar en die wordt tien zacht door het schieten. En toen staat hij op de hoek van een huis. En er komt de zwager van tien zacht aan, van de velden. En die schiet hem dan neer. He. Maar hij is er ook niet van doorgegaan. De kogel hebben ze uitgehaald, niet waar. En de man is natuurlijk hem dood, is het toch nog eens door. Maar zo ging dat hier vroeger. Mag ik jou een sigaar presenteren, meneer? Nee, dank u. Mag ik er een opsteken? Ja. Ik ben meer een vriend van de sigaren dan van de sigaretten. Vroeger, toen hier in de oorlog de soldaten kwamen, of in de mobilisatie vroeger, was dat de allereerste keer, hè? Ja. Dan konden ze de soldaten met geen geweld naar de ketsjuvel krijgen. Want ze stonden zo bekend, hè, voor alles wat eerlijk was. Maar ja, dan moesten ze toch naartoe. Want ze moesten er liggen natuurlijk. En als ze dan een tijd gelegen hadden en ze moesten weer weg, dan konden ze niet meer wegkrijgen. Zo graag waren ze allemaal hier. Goeie volk hier, goeie volk. Dan konden ze niet meer weg. Dan hadden ze echt niks. Dan zeggen ze, want bij ons hebben druk geweest en dan zinnen ze nou. Dan doen ze lelijk van de ketsheuvel, zeggen ze. Maar daar zijn, wij zijn het liefste geweest dat we nooit gelegen hebben. Ja, dat is de goeie trouw, ja. Maar.
Mijn broer, onze Jan, die reed vroeger de kar. We waren bij ons Mulder. En de man denkt nog toch. We waren Mulder. Oh, paardig en vuur. Mulder, oh ja, pardon. Mulder en een klein beetje boer. Ja. En onze Jan, die reed de toer ook in het strasje. En er hadden heel veel boeren. En die gaan allemaal een wijn aan. Die hadden een wijn aan van de porter. Dat waren de porters. En die hadden wij allemaal verklaand. En dan de schere sliepers ook. Ze zijn allemaal op geiten. Gaat erbij die ook wel eens een koei aan, niet waar. Maar onze Jan, die kon een straatje geen kwaad doen. Want ze zullen hem altijd geholpen hebben, niet waar. En eerlijke mensen waren het ook. Want schuld maken, dat deden ze niet. Ze gingen altijd op tijd pronk betalen. En Essenoords niet konden. Kwamen ze nog eraan, kwamen ze nog betalen, niet waar, de oude schuld die ze gemaakt hebben. Dus kwaai mensen waren het echt niet. Maar ze waren, ja, heet en driftig, hè. Niet waar. En makkelijk het misgebruiken, hè. Waar? En, ook, En ja, natuurlijk, ook aan de pimpel natuurlijk, ja. graag een borreltje drinken, hè. Want op een keer, er waren onze Jan en onze Harry, die waren met de toer in het stratje en gaat er maar één herberg, Kobus Netten. En dan moesten ze toevallig ook zijn, die had ook een paar geiten, die moesten ook mijlen hebben, niet waar. En ze komen daar in die herberg binnen en er was volop leut, was kermis. Mulder, gevat er een, hoor. Nou, en onze Jan, die had geen een bordje. Onze Harry gaf er nog zoveel, Jan. Maar, vatten, hè. En dan kwamen weer in de Mulder, van mij ook een borrel. En zodoende hadden mijn broers veel te veel gedronken. Want als ze geen borrel vatten, dan maakten ze kooi vrienden met haar klanten. En wat gebeurt nou? Nou zijn ze allebei daar aan pimpelen gebleven. Ze zijn daar zat geworden. En ons paard weer dat beu. En ons paard is alleen naar huis getippeld. En dat was toch een kwartier wijd. En het paard kwam alleen thuis. De eigen dochter niet waar, verrekt allemaal, waar, hè? Ik kreeg niks en ik kan niet meer blijven staan wachten. Ik ga alleen naar huis. En daaraan kwamen onze Jan en onze Harry niet waar. Zo werd waggelende kwamen ze ook thuis aangezet. Ze hebben natuurlijk geen grommers gehad toen ze vertelden wat er gebeurd was. Want al de drank hadden ze voor niks gehad. Ze moesten van allemaal een borreltje vatten niet waar. En hadden ze het niet gedaan, hadden ze kwaai vrienden gemaakt. En zo was hij in het straatje. Was echt goed volk. Maar rouw volk niet waar en makkelijk het misgebruiken. Je moest ze kennen, waar? Ja. Daar kon je goed mee omgaan. Heel goed. Maar je moest ze per se kennen, die mensen. Ja, daar moest je. Hoe was het met de verkering vroeger hier? Zo met die kermis? Met de kermis. Daar werd meestal die kant op hier nog wel eens ruzie gemaakt, hoor. En gevochten. Ja. Maar de laatste jaren niks meer. Mocht je in een ander dorp... Ja, daar is hier niet bestaan, hoor. Hij heeft hier niet bestaan. Als je van een ander dorp niet meteen mocht komen, dan heb je hier niet bestaan. Nee, Udenhout wel. En hoe ging dat dan met de familie? Wanneer mocht je thuis komen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, vroeger dan moesten we er nog binnen zijn. Tenminste, dat soort mensen denk ik misschien wel niet. Dat kan niet zijn. Maar niet de deurslag gewone, degelijke mensen, die mensen moesten op tijd binnen zijn. Ja. Mijn vrouw en ik, toen wij vreden, wij mochten s'avonds niet gaan kuieren. Dat mochten wij niet. Wij moesten s'avonds binnen zijn. En wanneer het uur verzet was, niet waar, in een Duitse tijd werd de klok wel eens een uur vooruit of teruggezet. Ja. Dat was voor om een dag langer te maken, niet waar. Maar wanneer dan in oktober het uur weer teruggezet was, dan zei het mijn schoonvader, nou is het kuieren afgelopen en dan blijven we binnen. Dus wij moesten dan voor het binnen blijven. Wij mochten s'avonds niet buiten komen. En dan mochten ze bij ons thuis ook niet. Mijn zusters, die mochten s'avonds ook niet buiten. Als het donker was, dan moesten ze maar binnen blijven. Ja, dan is het tegenwoordig heel anders, hè? Ja. En nog langer geleden, hoor, daar heb ik mijn oom wel eens horen vertellen, dat ze in de vaaste, dat ze 7 weken voor Pasen, dan hebben de Roms hebben vaaste tijd, niet hoor, dat in de vaaste, mesken en de jongen maar één keer in heel de vaaste mekaar mochten zien. Dat was in de vaaste half afgelopen was.
Dan moeten ze elkaar nog maar een keer zien, hoor. Dat was lang geleden, hoor. Dat is 80 jaar geleden. En dan mochten ze ieder aan de kant van de straat lopen, niet waar? Maar ze mochten, meer mocht niet. En als dan Pasen was, dan mochten vrijer weer komen. Dat is gelukkig achter de rug. En nou gaan ze voor elke dag, niet waar? De meisjes gaan de jongens opzoeken, de jongens gaan de meisjes opzoeken, niet waar? En elke dag bekaan zien ze elkaar. Dat is heel wat veranderd. Want in mijn vrije steed, niet waar, kwam ik er 3 avonden. Ik kwam maandags, zondags, donderdag en zaterdag. Maar de andere avonden niet. Zou ik niet geprobeerd hebben ook, niet waar? En met de vakantie, ik had 4 weken vakantie, maar in hele vakantie mocht ik geen eens met mijn meske ergens naartoe. Mijn meske moest thuis werken, zoals dat vroeger. Maar uitgaan was er vroeger echt niet bij. En wat was uw vader? Schoenfabrikant. Schoenfabrikant. Ja, die was schoenfabrikant. Ik was een huishouding. Ja, die moest wassen. En mijn oom heeft nog naaien. Die heeft nog handschoenmaker. Dat heb ik verteld. Dat heb ik verteld van, ja. Dat heb ik verteld. Dat was, hoe heet die ook weer? Nolom. Nolom, die, zoals ik verteld heb. Die maakte dan allemaal pantoffels. Teug klaar. En dan kwamen die mensen die kwamen de hal en dan teug maken en dan de schoenen heel terugbrengen. Ja. Toen maakte iedereen een schoen alleen, zou ik maar zeggen. Ja. Een paar schoenen, ieder van zijn eigen alleen, werkten ze dan. Maar tegenwoordig was het aan de fabrieken. Iedereen maakte een gedeelte, waren fabrieken. Die doet er wel dan aan de fabriek, hè. Ja. Maar toen maakten ze een hele schoen thuis aan de werkbank, aan de werktafel. Ja. En die mochten ze dan bij de baas, niet waar. En de baas die verkocht ze dan op. Ja, liet ze verkopen van de winkel, hè. Ja. Dat heb je dus wel eens gezien, dat ze maken van die schoenen. Ja, okay, ja. Kun je daar iets van vertellen misschien? Nou, zien, ze stond aan een blok te werken. En ze zo'n blok, een soort leest, of hoe noemen ze die? In een paal, hè? Ja. En daar stond een ijzer bovenop en dan maakten ze die schoenen om op de kloppen zakken. Want het moest weer alles natuurlijk gebeuren, alleen dan die spijkers erin waren. Ja. En dat deden ze zo, dat noemden ze dan de werkbank. De werkblok. En dat kon draaien, dan konden ze die schoen die konden ze zetten zoals ze wouden, hè, waar? Daar stond een machientje op dat kon draaien en dan kon je leest krek, die past er krek in, niet waar? Ja. En ze kon die schoenmaker, die kon je schoen zetten zoals je wou, waar? En dan kon je weer een keer mee aftrekken en dan weer een keer erop doen, niet waar? Hè? En dan deze ook, heb ik ook wel eens gezien en noemden ze deurnaaien. Dan zingen ze een spleter in maken zo, met een mes, zo in de ronde, van de zool. En dan deden ze met els, noemen ze Nels, die, els, ja, wat, pekdraad in, en zo door die schoenen deur, en die werden zo genaaid. Zo weer ze genaaid, hè? Er waren dan in de plaats van gepinden, noemden ze dat genaaid. Genaaide schoenen, hè? Dat heb ik ook wel eens gezien. Hoe lang deden ze erover, dat maken van zo'n daar deden ze over... Nou, niet zo lang, dat weet ik precies niet, hoor. Even kijken, daar deden ze over... Ik denk toch wel 1 uur of 3. Over 1 paar? Les erover. Nou... Nee, dat geloof ik niet, want... Ze was veel werk aan, hoor. Ja, maar ze moesten er alles aan doen, hè. Ze maken toch nog wel enkele paar in de week. Ze moesten er alles aan doen. En dan gingen ze... En heel weinig verdiend weer vroeger. Ja. En dan gingen ze... Vrijdags... S'avonds gingen ze leveren. Dan gingen die schoenmakers... Die schoenen, of de vrouwen ook wel, gingen die schoenen dan, die gemokt waren, bij de baas brengen. En daar kregen ze dan de geld. En het gebeurde ook dat ze zaterdags gingen leveren, niet waar. Dan werkte die schoenmaker s'nachts nog tot 3-4 uur deur. Want neven ons, wij waren Mulder, neven ons, verhuurden wij een huisje om een zekere Toon Brekemaans. Maar die mens werkte dan van vrijdag op zaterdag, niet waar, werkte niet nog. Tot s'nachts 4 uur de deur om er maar een paar schoen bij te kunnen maken. En als ze dan s'avonds, zaterdags, die vrouw het geld mee bracht, dan was het 6 gulden, 7 gulden. En een hele goeie, mijn schoonvader, dat was een hele goeie, die bracht 8 gulden thuis. Bedrijven begonnen? Ja. Nou hebben ze een grote schoenfabriek. Een grote schoenfabriek, hè. Die maken meer dan 1000 paar schoenen. Dat was helemaal huiswerk. Huiswerk, ja. Huiswerk. Allemaal huiswerk. Allemaal huiswerk. Nou, dan heb je er heel wat op stand, denk ik. Ja, hoor.
Gaat best. Ja, ja. We nog heel even, nog anderhalve minuut. Oh, dan gaan we half minuut, dat is aan die beurt. Maar waarom nog? Is er nog veel bijgeloof hier geweest? Nee, dat geloof ik niet. Heel veel in Duren straat je wel. Vroeger wel, ja. Is dat wel geweest, maar tegenwoordig hier dan ik heb eens een lijst klaar moeten maken. Ja. Van heksen en spoken. Ja, ja. Dat en heb wel geloof, hè? Toen ben ik draaien gegaan bij enkele oude mensen. Ja, dat moest ik natuurlijk. Ja. En het is nu ook weer een jaar of 6, 7 geleden dat ik dat gedaan heb. En toen heb ik zoveel gehuurd van mensen die het weer van mensen hadden gehuurd die het gezien hadden. Die hadden echt spoken gezien. Ja. Oh ja, ja. En die hebben echt heksen gezien. Ja. Toen heb ik zoveel gehuurd, meneer, dat ik zelf 2 weken bang ben geweest. Ik was echt bang geworden. Ik had, en ik, je moogt er niet aan geloven, waar? Maar in die tijd, nou, ik was echt bang geworden. Ik zeg in mijn eigen, die lijst die mag nooit meer klaar. Die heb ik toen klaargemaakt, niet waar, hè? En ze hebben me zo echt, die mensen die waren echt overtuigd dat er heksen en spoken waren. Dat was er een die vertelde mij niet waar. En die had zelf gezien, een heel oude mens, dat hij s'avonds door een donkere straat ging, want straatverlichting was er bekend nog niet vroeger, 80 jaar geleden, wat? Hier en daar een kwaaie lantaarn misschien. Dat hij een spook zag vliegen van de ene schoorsteen naar de andere. En de spook vloog toen naar de mulder in het straatje. En er was elk jaar paard kapot. Kijk, zulke dingen. Mijn eigen broer, die nou dood is, die vroeger de Mulderskarree. Als je door het hoekskarree. En daar zat een heks voor het raam. Dat is nog maar een 50 jaar geleden. En die heks die zat voor het raam. Peert ging de sloot in. En onze Jan was een goede voerman. Maar hij kon Peert niet houden. Het peert ging de sloot in. En er zat ook een heks op de weg van Loon naar de Ketsheuvel, ook in een naalhuisje. En als de knecht van de Loonse Mulder een kar met schors, weg moest gaan brengen naar Walk, maar er waren vroeger in Walk veel leerlooierijen. En die heks zat vertrouwen. Het paard ging de tramrails in.